zou hier vanavond een nerdfeest zijn en ik dacht, ja, dat is mijn pakje aan. Dus we gaan maar eens kijken waarom mensen zich hier nerd voelen. En nou ja, vooral waarom eigenlijk. Misschien vind ik nog vrienden ook. Wanneer voel jij je nou het meest nerd? Het meest nerd? Als ik in het studiecentrum zit. Ik heb mijn bril nodig om het onderzoek goed te lezen. De literatuur is te lastig om te begrijpen. Ik mijn hersens voel ik kraken. Dan snap ik het. Op een gegeven moment komt het licht. Het licht. Dan denk ik, ja, nou voel ik me helemaal in mijn element. Vlak voor mijn tentamen. Wanneer ik mij het meest nerd voel, als ik hele dagen, houd op, als ik hele dagen achterin ergens in het middle of nowhere in mijn eentje zit te leren. Net die ene dag voor mijn tentamen was ik toch nooit gehaald. Maar dat probeer ik nog zoveel, maar de hele dag zit ik daar kei nerd te zijn. Maar weet ik niet van binnen dat toch niks. Don't you know we took a big... En dat vind je leuk, nerdy dansen? Ja, dat gaat een beetje zo. And we will never get back to the old school. To the old grounds, it's all about the new found. We are the newborn, the world will all about us. We are the future and we're here. Als je maar een beetje de robotbeweging maakt, dan zit je al goed. Deze beweging doet het ook altijd goed. Dit is inderdaad goed. Het meest nerds in de tentamenweek. Als je aan het leren bent. Ik heb een bril op. Nou, als ik een volle trui in heb. En hele nette schoenen. Een nette broek. En het film heb te weinig in het bub gezeten, want dat is helemaal niet nodig. Dus je gaat in het bub zitten. Je hoeft het ook niemand te bewijzen. En dan voel ik me een nerd. Maar dat is nooit. Dat is voor mij eigenlijk nooit een nerd. Hey, ja. Nou, we zijn er vanavond achter gekomen dat mensen zich nerd voelen als ze veel lezen, als ze veel moeten leren voor een tentamen en als ze een bril dragen. Ik voel me er eigenlijk wel thuis. Fijne avond nog!